Gelderland is de mooiste provincie van Nederland. Dat komt natuurlijk door de prachtige landschappen met de hoge stuwwallen, eindeloze bossen, paarse heidevelden en grote rivieren. Maar wat draagt de geschiedenis bij aan alle schoonheid van Gelderland? Welke historische monumenten staan prominent of verscholen in het landschap als stille getuigen van de Gelderse identiteit? Dat gaan we samen ontdekken op een prachtige reis dwars door Gelderland. De Willy Broderskerk in Vierakker is de mooiste kerk van Gelderland. Tenminste, volgens de verkiezing van zo'n jaar of 10 geleden. Het gaat dan vooral om het interieur, dus laten we snel naar binnen gaan. Wie wil weten hoe een katholieke dorpskerk eruit zag in de 19e eeuw, moet hier maar eens goed rondkijken. In de Willy Broderskerk is sinds 1870 eigenlijk nauwelijks iets veranderd. De glazen loodramen, de kleurrijke beelden, de altaren zijn nog precies als in die tijd. Zoals veel kerken in Gelderland is ook de Willy Broderskerk gesticht door de lokale kasteelheer. Zo meteen ontmoeten we zijn achterkleindochter. Op onze reis van Rekken naar Rhenoy schieten we deze aflevering nauwelijks op. We blijven namelijk net als vorige week in de gemeente Bronckhorst. We maken eerst nog wel een uitstapje naar Zutphen en daarna zakken we af naar het zuiden. Via Baak komen we in Bronckhorst, waar het kasteel stond dat zijn naam leende aan de gemeente. Onze reis eindigt vandaag bij een tweede Willy Broderskerk, maar dan in het dorp achter Drempt. Eerst gaan we op ontdekkingstocht in Vierakker. Goedemorgen Charlotte. Hallo René. Goedemorgen. Wat een feest is het toch altijd om hier in de Willy Broderskerk rond te mogen kijken. Leuk dat je dat vindt. Zo prachtig, zo kleurrijk. Ja, absoluut. Hoe kwam je bedovergrootvader erop om zo'n mooie kerk hier neer te zetten in Vierakker? Hij ging naar de kerk in Baak en die ligt hier ongeveer vijf kilometer vandaan. In de winter waren er veel overstromingen en kon je niet makkelijk naar de kerk. En toen heeft hij gedacht, weet je wat? Ik zet op mijn eigen terrein zet ik een kerk neer. En waarom wilde hij zo'n mooie kleurrijke kerk? Hij wilde iets moois nalaten. En als je dan toch elke week naar de kerk gaat, dan toch graag in een mooie kerk. Had het ook iets te maken met de tijd? Katholieken mochten toen weer mooie grote kerken bouwen. Ja. Ze waren heel lang onderdrukt geweest in Nederland. Ja, klopt, klopt. Dus ook jouw bedovergrootvader dacht, nou, nu pakken we even goed uit. Ja, precies. En hij had het geld. Dus hij wilde graag bijdragen aan deze katholieke revij. Ja, de katholieke wederopstanding in Vierakker. Precies, ja, precies. Zo mooi mogelijk. Ja. Zo groot mogelijk. Ja. En nu staat de kerk, net als zoveel katholieke kerken, op de nominatie om gesloten te worden. Aan de eredienst onttrokken. Ja. Wat doet dat met jou? Ik vind het een vreselijk slecht besluit, want dit is een rijksmonument. Je mag er niks aan veranderen. Het is een unieke kerk. We zijn het best bewaarde voorbeeld van een kerk uit de periode van de bouw, 1870. Daar moet je een andere oplossing voor verzinnen. Maar ik kan me voorstellen, je bedovergrootvader heeft deze kerk hier gebouwd. Je hebt een enorme familiegeschiedenis hier. Dat moet ook voor jou persoonlijk wel pijn doen. Die kerk zit een beetje in mijn DNA. Dus het is, ik wil niet zeggen dat het voelt als mijn kerk. Maar het is wat je zegt. Er ligt een hele geschiedenis. Dus een beetje pijn doet het wel. Een beetje veel pijn. Ik denk dat deze plek ook wel de band symboliseert tussen jouw familie en de kerk. Ja, klopt.
Ja. Want hier staan verschillende voorouders. Ja, de boven heb je de stichter, Alexander. Ja. Getrouwd met Johanna. En dan krijg je de dochter van hen. Is de, hier, dat zie je hier. Jonkvrouw Maria, et cetera. Mm-hmm. En die is getrouwd met de premier, Charles Ruijs de Berenbroek. De eerste katholieke premier van Nederland. De eerste katholieke premier van Nederland. Dat was jouw overgrootvader. Ja, klopt. Dat is ook wel heel bijzonder, hè? Hele bijzondere man in de Nederlandse politieke geschiedenis. Ja, ja, ja. Ja. Oh, dat was de familie was er ook enorm trots op. Die spraken altijd met enorm veel waardering over hem. Minister-president Ruijs de Berenbroek kwam vooral in de zomer op kasteel het Zuideras. De rest van het jaar was hij in Den Haag. De Nederlandse politiek na de Eerste Wereldoorlog eiste al zijn aandacht op. En daarmee kon hij nauwelijks genieten van de prachtige omgeving waar zijn vrouw was opgegroeid. Gelukkig heeft zijn achterkleindochter Charlotte wel tijd om de rijke historie van het Zuideras te ontdekken. Dit noemen we het kerkenpad. Zo liepen vroeger mijn voorouders naar de kerk en natuurlijk weer terug naar huis. Hoe oud is het huis, Charlotte? Het ziet er nog niet heel oud uit. Nee, dat klopt. Het is van 1891. Maar er stond wel een ouder kasteel hier ergens. En dat stond aan de overkant van de vijver. Uh-huh. Dit is veel te groot voor nou ja. Degene die het gebouwd heeft, was weduwe met twee kinderen. Mm-hmm. En die heeft zijn huis neergezet. 4 verdiepingen. Maar het was een weduwe. Een vrouw alleen die het huis heeft gebouwd. Zoals de weduwe van de stichter van de kerk. Ja, dus je bedovergrootvader heeft de kerk gesticht. Ja. En je bedovergrootmoeder het huis. Zo zou je het kunnen zeggen. Leuk. Oh, dat ziet er wel heel monumentaal uit. Ja, dat is het ook. Je woont wel echt in een kasteel. Ja, nou ja. Jij zegt het. Nou, René. Je hebt daar ook mooi glas in lood. Niet alleen in de kerk, maar ook in het huis. Ja, klopt. En wat hier aardig aan is, is je ziet hier weer wat je in de kerk ook zag. De wapens van de stichter en zijn echtgenoten. De Arendswiek en het Van Voorstenwapen. Ja. En dan die prachtige spreuk. Hij heeft wel gebouwd die op God vertrouwt. Nou, dat is toch mooi. Daar hangt hij, de stichter. De stichter van de kerk? Ja. Jouw bedovergrootvader. Mijn bedovergrootvader. Wat voor onderscheiding heeft hij op zijn borst? De heilige Gregorius. En die wordt verleend voor buitengewone verdiensten. Het was een pauselijke onderscheiding. Ja. Dat is echt de hoogste onderscheiding voor een goede katholieke man. Je ziet dat hij er erg trots op is. We verlaten de rust van het Zuideras en gaan naar Zutphen. Al 900 jaar is de stad verbonden met Gelderland en lange tijd was het zelfs een van de Gelderse hoofdsteden. Het middeleeuwse centrum behoort tot een van de best bewaarde van het land. Honderden monumenten zijn al eeuwen oud. Eentje staat zeker 20 jaar op mijn verlanglijstje om een keer te bezoeken. De unieke Drogenapstoren. Het is een poort uit 1444 die zelden toegankelijk is voor het publiek. Het is namelijk een huurwoning. Hoi Laura. Hallo. Ik ben echt zo opgewonden, want ik wil al 20 jaar in de Drogenapstoren kijken. Dat begrijp ik. Als ik nou één gebouw in Gelderland moet aanwijzen waarvan ik denk, daar wil ik het allerliefste binnenkijken, dan is het in deze schitterende stadstoren. Ja, ik snap het. Het is heel mooi. Jij woont hier. Bijzonder. Ik woon hier, ja. Hoe kan dat? Hoe kom je terecht in zo'n parel van een gebouw? Dat was 20 jaar geleden. Was er een artikeltje in de krant. Zo klein. En met een loting. Je kon je inschrijven. En dat heb ik gedaan. En ik ben ingeloot.
Zie je het zelf nog, hoe fantastisch dit monument is? Ja, elke dag. Ik kom aanrijden en dan dat is prachtig. Je hoort wel eens van mensen die zeggen, nou, ik zie het niet meer. Ik woon op een mooie plek, maar ik zie het niet meer. Maar dat is bij jou niet. Nee, ik zie het nog elke dag. En die tredes in het huis, vergeet je ook niet. Hoe hoog is de toren in totaal? 50 meter, ja. En de muren, die zijn op sommige plekken, dat zie je hier beneden, op bijna 3 meter dik. We hebben de spanning nu al genoeg opgebouwd, Laura. Neem mij mee naar binnen. Heel graag, ja hoor. Het is alleen een mooie entree, hè? Van je huis. Ja, majestueus. En je voordeur zit goed verstopt. Klopt. Een voordeur in de stadsmuur. Ja. Laura, ik ben zo jaloers. Ja, je moet inderdaad meteen allemaal prachtige middeleeuwse trappen op. Ja. Goed voor de conditie. Zeker. Nou, welkom. Laura, ik vind dit helemaal fantastisch. Het is best warm. Het is knus. Het is sfeervol. Ja. Huiselijk. Je hebt er echt iets moois van gemaakt. Ja, ik heb het een beetje in de stijl gelaten. Met gietijzer, riet, hout, glas. Ja, een harnas in de hoek, zie ik al. Hoe is het om hier te wonen? Is het comfortabel? Het is zeker comfortabel, het is heerlijk. En je woont helemaal vrij, midden in de stad. Prachtig uitzicht, hè, vanuit de ramen. Geen last van, en inderdaad heel mooi uitzicht overal. Best nog wel licht. Ja. Alleen die trappen. Ja, daar ben je niet helemaal zat van. Ja. Nee, je bent eraan. Ja, het is geweldig hier, hoor. Het is echt een uniek, hè. Vind maar weer eens zoiets terug. Nee, dat is onmogelijk. Ja. Ik ben echt jaloers. Niet afgunstig, wel jaloers. Zullen we even verder kijken? Ja. Want waar slaap je? Ja, hierboven. De master bedroom. Yes. Ja, wat een licht. Zeker. En warm ook. Ja. Je toch zo warm krijgt in een middeleeuwse toren. Ja, dus een centrale verwarming, dat zit er dan gelukkig in. Ja, dus dat is prima warm te krijgen hier. Heb je ook nog één heel mooi verhaal dat zich hier ooit heeft afgespeeld, dat je te weten bent gekomen? Dat gaat over de gevangenis hier beneden. Dat was in de woonkamer. Mm-mm. En daar hadden dan blijkbaar ijzeren wanden gestaan. En daar werden de gevangenen aangeketend. Mm. Dat is faal, hè? Aha. En dat is nog een beetje luguber was dat. Ja. Ja. En dan zit jij nu lekker televisie te kijken. Ja, dat. We kunnen hier ook naar buiten. Hè? Je hebt een soort balkon, dakterras ook bij deze toren. Ja, dat zit achter die originele dikke houten deur. Daar, even kijken. Ja, dat is eigenlijk jouw dakterras. Ja. Met een fantastisch uitzicht. Zeker, ja. Helemaal rondom Zutphen. Gaan we die kant op? Of, ja, dan lopen we zo een rondje. Ik zou nog heel lang willen rondkijken in de Drogenapstoren, maar het is weer tijd om onze reis te vervolgen. De volgende plek op de route intrigeert mij ook al jaren. Het is een kapel die ik heel vaak zag vanaf de doorgaande weg in Baak. Maar ik was er nog nooit geweest. Tot vandaag. Ik rijd al 20 jaar aan voorbij aan deze prachtige ruïne. Ik kan gewoon het erf oplopen, kan je hem aanraken. Ja. Eindelijk. Ja. Vind ik wel mooi. 1362 is die ingewijd. Mm-hmm. Een katholieke kapel, Sint-Nicolaaskapel. En dan mocht in die inwijdingsakte staan, er mocht niet begraven worden. Want het viel oorspronkelijk onder het kerspel Steenderen, hier vlakbij. Mm-hmm. En toch is hier begraven. Waar we nu op staan. Tot helemaal voor aan de weg tot achteraan, er liggen allemaal graven. Nu is deze ingang, die is dichtgemetseld. Dat is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Hier in de toren zitten een aantal schuilkelders. En uit veiligheid is deze kant dichtgemetseld. Als je nou hier kijkt, hier heb een kippenhok aangezeten. Oh. In de oorlog. En hier heeft de radio verborgen gezeten. Voor Radio Oranje. Ja, om Radio Oranje te kunnen luisteren. Ja. Als we dan verder hier naartoe lopen. Je kan wel naar binnen nog. Hè? Je kan wel naar binnen. Nou, als je dan
Kijk waar die kapel op gebouwd is. Dat is op oersteen. Mm-hmm. Dat is de Achterhoek. Ja. De Achterhoek is oer. IJzeroer. Waarom zit er ijzer in, hè? Ja, zit puur ijzer in. Waarom zitten hier zoveel ijzergieterijen? Ja, dat komt door zoveel oer. Je ziet het ook wel eens bij boerderijen als je rondrijdt. Dan hebben ze zeg maar, een put gegraven of laten slaan. En dan gaan ze sproeien en dan zie je de hele schuur helemaal bruinachtig. Gaat er nooit meer uit. Hoe is het om te wonen op een erf naast zo'n prachtige middeleeuwse toren? Ja, dat is hartstikke leuk. Kijk, toeristen zijn altijd enthousiast. Mm-hmm. Mensen zijn nieuwsgierig. Als er kinderen komen die zeggen, nou, het lijkt wel een kasteel. En die hebben een grote fantasie. Heb ik ook altijd gedacht als kind, dat het een kasteeltoren was. Ja. En je ziet het vanaf de weg eigenlijk al liggen. Ja. En als je dan de binnenweg hier oprijdt, dan kom je er pas achter. Hoe dichterbij je komt, hé, dat ligt op privéterrein. Dat is op zich wel heel erg raar. Maar vindt u het niet vervelend dat mensen komen toch af en toe even het erf op? En nee. Kijken, nee. Wat is dat nou eigenlijk voor een toren? Het is leuk om geschiedenis te vertellen. Dus mensen mogen gewoon bij u het erf op? Mensen mogen het terrein op. We hebben voor aan de weg hebben we een informatiebord staan. Mm-hmm. Daar staat een heleboel geschiedenis op. En ja, goed, er zijn gelukkig heel veel mensen erg geïnteresseerd in de historie. Steeds meer eigenlijk, merk ik. Er zijn ook mensen die zouden denken van, nou, wat moet ik met zo'n stapel stenen op mijn erf? Ja. Maar dat is bij u niet. Nou ja, dat was vroeger stond er in de graafschapbode stond een heel groot artikel over de toren. Een brok stenen in het weiland. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar zo kijkt u niet naar. Maar zo kijk ik er niet, ja. Nee. U bent er echt wel trots op. Ik ben trots op. De grote gemeente Bronckhorst is vernoemd naar het kasteel dat hierachter stond. Er is helaas niets meer van over, behalve een heuvel met heel erg veel bomen. Zo zag het grote kasteel van de heren van Bronckhorst er dus uit. Het was echt een grote, machtige burcht. En de heren van Bronckhorst regeerden vanaf hier over de IJsselvallei, met een prachtig uitzicht, en over de hele omgeving. Zoals ieder groot kasteel had ook de Bronckhorst een voorburcht. En die voorburcht bestaat nog wel. Dat is het huidige stadje Bronckhorst. De kapel, de kerk van het stadje Bronckhorst, was eigenlijk de slotkapel van het kasteel. De heren van Bronckhorst gaven de inwoners van hun voorburcht in 1482 stadsrechten. En daarom spreken we nog altijd over Bronckhorst als het kleinste stadje van Nederland. Met Staverden op de Veluwe, maar dat is weer een heel ander verhaal. Het stadje Bronckhorst heeft ook een molen. Maar wij gaan naar een molen even verderop. Ra, ra, waar ben ik? Jullie wonen naast een charmante molen. Ja. Prachtig, hè? Ja. 4 jaar geleden kwamen we echt bij toeval hier langslopen. En toen zeiden we tegen elkaar, nou ja, als dit huis nog eens een keer te koop komt, dan moeten we ervoor gaan. Vanwege de molen? Ja, nou, het plekje. Het aanzicht, ja. Ja, nou ja. De molen, maar ook de uitzicht op de IJssel. De tuin eromheen. Prachtig. Dus, En 2 maanden later kreeg ik een berichtje van het huis komt te koop. Nou, toen was het echt hartje corona. De kleine was net geboren. En toch gingen we ervoor. Maar dan woon je opeens op een erf met een molen erop. Ja. Ja. Een molen van 150 jaar oud. Ja. Ja, ja, het heeft zoiets. Dus we zijn er heel blij mee. Ben je dan ook eigenaar van de molen of zit de molen nog in de stichting? Ja, de molen zit er apart in de stichting. Staat op onze grond, maar het zit apart in de stichting. Ja. Dus dan heb je geen zorg en omkijken naar het onderhoud? Nou, ja. Toevallig ook voorzitter van de stichting nu, dus zo werkt dat. Hè. Dag Harry. Hallo. Wat doet een molenaar zonder wind? Ja, weinig. Droog brood eten. Dat vrees ik. Ja. Ja. Nou ja, er is altijd wel iets te doen in een molen, toch? Ja, natuurlijk. Zo'n machine te onderhouden. Het schoonmaken. Want als je maalt, dan is het 1 witte stofbende.
En de stenen die moeten af en toe gescherpt worden. Mm-hmm. Maar jij was vroeger de eigenaar van deze molen. Ja, wij zijn hier 28 jaar geleden komen wonen. En toen stond deze molen er, maar het was één grote afbraak. Mm-hmm. En ik had helemaal geen verstand van molens. Maar dan komen er zoveel mensen naar je toe. Van, wat ga je met de molen doen? En toen ben ik me daar gaan interesseren. Twee maalstenen. En wie bediende de machine? De eigenaar, en die had een knecht. Die vulde de bakken. Ja. Die haalde het graan omhoog. Mm-hmm. En beneden stond de molenaar. En die kan met die stok, die zie je hier, ja, kan je het ook bedienen. Oh, ja. Daar kan je de steen mee tillen. Zo. Ik vind het een hele charmante molen. Is het ook. Klein? Ja. Hij is bijzonder klein. Hij heeft maar een vlucht van 17,60 meter. En er zijn poldermolens die hebben 10 meter meer. 28 meter. Waarom is dit zo'n kleine molen? Omdat het alleen maar voor het buurtschapje Ra was. Dat liep onder water, mm-hmm, eromheen. En hier stonden ze geïsoleerd. En er moest wel veevoer komen. En hoe heet het, meel voor brood. En het was alleen maar voor het buurtschapje Ra. Wat betekent deze molen voor jou? Heel veel. We hebben hier heel veel energie in gestoken. En vooral mijn overleden vrouw, die heeft de hele administratie gedaan. Ik heb altijd een aannemersbedrijf gehad. En ja, ik wist natuurlijk alles van de bouwkunde van hier, wat hier gebeurde. En dat heb ik ook helemaal begeleid. Maar je hebt het al overgedragen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En hoe voelt dat? Soms moeilijk. Ja, het is... Ja, vooral die emotie die hier zit in die molen. Alles is bekend. Bij alles ben ik betrokken geweest. Ja, dat maakt het toch bijzonder. Het is altijd nog mijn molen. Raar, maar het is wel zo. We begonnen deze route met een bezoek aan de Willy Brorderskerk in Vierakker, die binnenkort de deuren sluit. We eindigen vandaag bij de Willy Brorderskerk in Achterdrempt, die ook aan de eredienst wordt onttrokken. Wat doet het met jou dat deze kerk verdwijnt uit het dorp? Nou, ik vind het echt... Eigenlijk heel erg, ja. Ja, niet zozeer om het geloof, maar wel het instituut op zich. Dat het gewoon het is weg. Klaar, weer een stukje weg uit het dorp. De school is weg, de kerk gaat weg. Nee, want het is de katholieke kerk, hè? De katholieke kerk, ja. Het bisdom zegt, ja, net als op heel veel plekken, we verkopen die kerk. Ja. Dus het staat nu op funda. Ja. Er staat er al lang op, ja. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, dat is helemaal hartstikke leuk. Maar wat moet je met zo'n kerk? Wat kun je dan in Drempt met zo'n kerk doen? Wou je er een museum van maken? Nou, er komt geen mens hier, hoor. Dat is gewoon, ze kennen het rem niet, dus er komt niemand. Dus ja, het is allemaal zo... Wij gebruiken hem nog altijd een enkele keer met een concert. Van, ja, dat is echt heel mooi, de klank. Dat is echt, ja. Maar ik zie een mooi orgel. Ja, is ook hartstikke mooi. Maar je moet wel iemand hebben die dat kan bespelen. Ine, daar heb ik voor gezorgd. Dat was helemaal goed, hè? Ik heb een organist geregeld. Oké. Echt waar, nu? Ja. Oh, helemaal goed. Want je zegt steeds, die akoestiek is hier zo mooi. Is echt mooi. Ik denk het mooiste is dat om het met het orgel te laten horen. Nou, dat moet, als je echt een goede hebt, dan klinkt het geweldig. Echt waar. Meen ik echt. Ja. Ga ik hem roepen? Dat doe maar eens even. Kom maar, Akin. Wat voor orgel is het eigenlijk? Het is een Grades orgel. Okay. Ik heb gehoord dat er maar een stuk of 5 in heel Nederland bestaan. Heel bijzonder orgel. Ja, het is echt heel bijzonder. Dan ben ik extra blij dat Akin het gaat laten horen. Ja, maar geweldig. Hey. Ja. Ontzettend leuk dat je er bent. Hi. Tuurlijk. Hartstikke leuk. Ken je nog wat toen je heel klein was? Ja. En je bent nu een toetsenist eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Pianist. Ja. Maar je kan ook op het orgel spelen. Ik kan wel een beetje op het orgel spelen, inderdaad. Ja, leuk. Waarom vind je dat zo'n mooi vak? Nou, ik hou natuurlijk enorm van muziek. En een piano is in mijn opinie een van de mooiste instrumenten die er bestaat. Maar als je kijkt naar wat daar voor een... Wauw, weet je wel.
En het geluid wat eruit komt, zeker in zo'n setting als een kerk. Weet je, die kerk functioneert eigenlijk bijna als gewoon de hele klankkast van dat ding. Dus dat is gewoon een ja, gevoel, een geluid dat je nergens anders krijgt, behalve hier. Dus ik vind het prachtig om zo'n ding te kunnen spelen. Prachtig. Als er nou meer jonge mensen zijn die zo'n bijdrage leveren aan een monument als dit, ja, dan komt het wel goed met die mooie gebouwen in Gelderland. Tot volgende week.